Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Restaurant De Lely, Passie voor Slapen, Groene Hart Leerpark, De Fantasie Compagnie en Stichting Max. Hoi jongens en meisjes, leuk dat jullie er vandaag weer bij zijn. Vonden jullie het gisteren ook zo spannend? Ik wel. We hebben kunnen zien dat de Fantasiepiet met een opblaasbootje van de grote pakjesboot af is gegaan. Nou, laten we eens beginnen met kijken naar de stoomboot. De Pieten zijn ondertussen op de hoogte van het vertrek van de Fantasiepiet als het goed is. De Ordepiet en de Knuffelpiet, die wisten het al gisteren. Gelukkig is er de Ordepiet. Oké. Ik geef het toe, gisteren nam hij het wat zwaar op, maar vandaag zal hij alles wel onder controle hebben. Hé, je bent eindelijk gestopt met nee roepen. Dat heeft lang geduurd. Huh? Ja, je begon gisteren over hoe de Sint zou reageren als Fantasiepiet van boord is. Ja, oké. Heeft dat zo lang geduurd? Ja, maar ik ben na een half uur weggegaan. Ik heb de rest al wel even op de hoogte gebracht. Maar zoals ik al zei, is niet goed. Hoe bedoel je Knuffelpiet? Kom maar mee. Oké. Ordepiet moest het eventjes verwerken. Maar hij is er gelukkig weer helemaal bovenop. Ik maak me wel een beetje zorgen over wat de Knuffelpiet zei. Het is niet best. Wat zou ze ermee bedoelen? Knuffelpiet, daar ben je. En je hebt Ordepiet meegenomen. Ja, Pietje letterlijk. Wat is hier gebeurd? Is er een kudde olifanten langsgekomen of zo? Nou, dan hadden ze wel even gedag mogen zeggen, want ik heb ze niet gezien. Het wil nog niet echt lukken dus. Nee. Wat wil niet lukken? Nou, het wil niet lukken om met vogels te praten en om kleuren te ruiken en om met een hand te schrijven. En het lukt ook niet om de Sint te... Hij bedoelde wat er hier niet lukte. Ja. Oh, zeg dat dan. Nou, ik probeerde om gedichtjes te schrijven voor in de schoenen, maar dat wil niet echt lukken. Maar normaal gesproken lukt het wel. Wat is er dan nu mis? Ja, nou normaal helpt Fantasiepiet altijd. Zij helpt me altijd op weg. Ja. Maar nu lukt het echt voor geen pepernoot. Oeh, dat is niet goed zeg. Fantasiepiet hielp natuurlijk altijd al met het maken van de gedichtjes. Maar nu zij niet kan helpen, lukt het de anderen niet meer. Ja, dat is wel een probleem. Maar er moet toch een manier zijn om de Fantasiepiet te vinden? Ga ik even over nadenken. Kijk jullie ondertussen eventjes bij René van het NPC. Hij heeft vast nog wel handige tips voor jullie. Hallo jongens en meisjes. Welkom bij alweer een gloednieuwe, glimmende, glanzende tip van... René van het NPC. René van het NPC. Catchy. Hey. Vandaag wil ik het hebben over verlanglijstjes. Nou, iedereen kent natuurlijk verlanglijstjes. Iedereen wil ook graag een verlanglijstje schrijven, zodat de Sinterklaas precies weet wat je nou graag wilt hebben. Tot zover niks aan de hand, dat is heel normaal. Snap ik ook best. Eén probleem natuurlijk, want ik zal René van het NPC niet zijn als ik daar natuurlijk meteen ook weer een probleem bij zie. Het is wel ontzettend belangrijk dat je netjes schrijft, zodat de Sinterklaas precies weet wat hij nu moet lezen en wat jij dan graag wil hebben. Er is namelijk een keer een meneer geweest die had echt heel slordig geschreven. Die wilde graag een skippiebal hebben. Sinterklaas dacht dat er muizenval staat. Nou ja, kun je voorstellen als je daarop gaat zitten. Nee. Om een lang verhaal kort te maken, schrijf dus heel zorgvuldig en zo netjes mogelijk op wat je wil hebben. Want die meneer pakte zijn pakje uit en die had echt heel veel last van zijn vingers. Nou ja. Stel je voor dat je een muizenval krijgt als je daar niet geen rekening mee had. Tot zover deze tip voor vandaag. Van jullie enige echte René van het NPC. En daar hoort een jingle bij. René van het NPC. René van het NPC. Catchy.
Dat was René van het NPC. En terwijl we weer, zeg maar, naar de tip van René hebben geluisterd, dacht ik, ik moet er gewoon ook met mijn vraag naartoe. Hij heeft altijd goede tips. Ik ga hem een bericht sturen. Gaan jullie even kijken bij de stoomboot. Ik denk niet dat je hier iets gaat vinden, Minnie Piet. Dat moet toch wel? Ik loop al dagenlang vast met mijn liedje. Dit is de kamer van Fantasie Piet. Er moet wel iets waar ik inspiratie van kan krijgen. Maar het is toch best een goed liedje? Helemaal niet. Kijk hier. Hier laat ik de woorden verkeerd rijmen. En dit komt regelrecht uit de Macarena. Maar dat is toch best catchy? Liedjes maken, gedichten schrijven. Ja, dat zijn wel allemaal zaken waar ze echt de fantasiepiet voor nodig hebben. Zonder haar loopt het helemaal in het honderd. Maar ik denk dat ik de oplossing heb. Laten we maar eens gaan kijken bij de neef van het NPC. Dat is een calamiteit. Maar wat dan? Wacht even. Dat moet ik hier kunnen zien. Wacht even. Ik zie het hier. Oh, Fantasiepiet is vermist. Is van de boot af. Ze moet gezocht worden. Oh, natuurlijk alles in de soep. Maar ik hoor het al. Oh, echt een klus voor René van het NPC. Yes! Stap 1. Pieter bellen. Jongens, let op. Er is een calamiteit. Ja, nee, het gaat over Fantasiepiet. Ze is weg. Nee, ja. Alles loopt in de soep. Nee, we nu meteen in actie komen. Nu. Zo, maar dat was gaaf om te zien. René van het NPC in actie. Ik voel me wel weer een beetje gerust. Het NPC heeft de zaak onder controle. Laten wij ondertussen maar eens gaan kijken naar wat de Stumperpiet vandaag doet. Als ze al niet terug naar Spanje is. Hallo Stumperpiet, wat fijn dat je me even wil helpen. Ik wil dit namelijk klaar hebben voordat we in Nederland gearriveerd zijn. Natuurlijk Sinterklaas, ik help graag. Wat moet er gebeuren? Nou kijk, het volgende is het geval. Ik wil graag alle tekeningen gesorteerd aan de wand hangen in het Sinthuis. Dus kleurplaten bij kleurplaten, stifttekeningen bij stifttekeningen en potloodtekeningen bij potloodtekeningen. Maar fijn, dat snap jij wel. Helemaal Sinterklaas, dat moet lukken. Mooi, dan geef ik je bij deze de tekeningen. Dan kan ik nog even in mijn grote boek een aantal namen bijwerken, want er zijn weer veel nieuwe. Oké. Ja. Dit is een kleurplaat, oké. Dit is potlood. Hé, een krijtkunstwerkje. Oké, zo. Kleurplaat. Zo. Ja. Zo, dat gaat wel snel. Ja, oké. Okay. Klaar, denk ik. Ja, oké. Okay. Sinterklaas, klaar. Hemeltje, nu al? Dat is snel. Goed gedaan, Stumperpiet. Geef ze maar aan mij. Zo, nee, dit zijn de kleurplaten. Dankjewel. Dit is... Ja, deze zijn krijtkunstwerkjes... En dit zijn, ja, die met potlood. Ah, goed gedaan. Maar, oh jee, dit is geen potloodtekening, maar een kleurplaat. Maar ach, dat kan ons allemaal. Maar hallo, waar ga je heen? Naar Spanje! Nee, kom eens gauw terug. Oh jee. Wil ze nu weer terug naar Spanje? Nou, het is maar te hopen dat de Sint er kan inhalen. Het is altijd wat op die boot, hè? Maar ja, even verder met de zaak van de vermiste Fantasiepiet. René heeft ondertussen vast al wel contact gehad met de Pieten. Eens kijken wat hij ze verteld heeft. Ja, is het zo, René? Ja. Nee, die jingle die kennen we nou wel. Die hoef je... Ja, René, van het... Ja, we kennen het. Ja? Nee, is goed. We houden contact. Ja, dag René. Nou jongens, dat was dus René van het NPC. Ah, geweldig! Dus het NPC gaat ons helpen. Ja, hij weet dat wij met een aantal pieten altijd eerder van de boot afgaan om de kinderen een beetje op te warmen voor de komst van de Sint. Ja. En met dat clubje gaan we Fantasiepiet zoeken. Oeh, spannend! Maar hoe komen we bij René? Heeft hij een speedboot of zo? Ja, hij was er niet helemaal duidelijk over. Dus ik denk dat we maar gewoon van de boot af moeten gaan en ons op de kade moeten laten verrassen. Maar misschien gaan we wel te paard. Of met de step. Ja, dat zou mooi zijn. Paarden vind ik leuk, maar step? Geweldig. René gaat samen met een aantal pieten op zoek naar de Fantasiepiet.
Nou, maar hopen dat ze niet per step gaan. Anders kunnen ze beter op de pakjespoot blijven zitten. Dan zijn ze er sneller. Dat was Fantasie Piet. Ze is uit haar bootje gestapt. Binnenkort gaan we snel verder met hoe dit afloopt, want voor nu zijn we door de tijd heen. Allemaal bedankt voor het kijken en graag tot morgen. En dat is de laatste aflevering voor de intocht. Extra spannend dus. Tot morgen! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Restaurant De Lely, Passie voor Slapen, Groene Hart Leerpark, De Fantasie Compagnie en Stichting Max.